De dagelijkse persbriefing van het COVID-19 managementteam heeft vanmiddag geen voortgang gehad. Onze nieuwsdienst verneemt van de directeur van de dienst Nationale Veiligheid, Danielle Feira, dat de president vanavond een statement zal geven. De coördinator van het NCCR, Jerry Slijngaard, heeft vanmiddag live een korte mededeling gedaan, waarbij hij bevestigde dat het staatshoofd een statement zal geven. Star News heeft vernomen dat de president maatregelen zal aankondigen die een verscherping van de reeds getroffen maatregelen zullen zijn. Slijngaard deelde verder mee dat de vragen die de pers vandaag heeft opgestuurd morgen zullen worden beantwoord. Eveneens zullen de voorstellen met betrekking tot de inrichting van het persmoment en de ruimte worden meegenomen, aldus het Nationaal Informatie Instituut.